Ik vind het wel een mooie stad. Het is heel anders dan alle andere steden, dat het toch nog best wel oud is. En je toch wel hele oude stukken van Zutphen hebt. Ja, en dat vind ik toch wel heel erg mooi. Ik denk dat ze wel een beetje kunnen bezuinigen over het Zutphen beter maken. Want ze breken momenteel echt alles open. En dan, ja, dan kan het verkeer er weer niet doorheen en zo. Ja, en de stad Zutphen, de winkelstad, is dat naar wens? Ik, mijn hele familie komt naar Enschede, dus ik ga zelf altijd naar Enschede toe om te winkelen, zeg maar. Maar toch, hier Zutphen, ik vind de stad zelf vind ik wel heel mooi. Gewoon hoe het eruit ziet en wat je hier hebt, dat is voldoende, zeg maar, de winkel zelfs. Nou, ik vind het op zich dat wij best wel een mooi centrum hebben. Het is echt een Hanzestad, zoals ze dat zeggen. En ja, ik weet niet, dat vind ik gewoon het mooiste. Ja, en stel, je hebt alle mogelijkheden van de wereld. Stel dat je alles kan veranderen aan Zutphen. Wat zou jij veranderen om hier nog over 10 jaar te willen wonen? Meer uitgaans gelegenheden, een groter centrum, meer shopgelegenheden, ja. Maar aan de andere kant is het dan ook alweer zo, dan is Zutphen niet meer. Zutphen maakt het juist ook weer speciaal doordat het zo klein is en doordat je al die kleine winkeltjes hebt. En ja, dat maakt het ook alweer speciaal en dat is dan ook alweer weg. Dus ja, ik weet het niet. Dus je hebt het wel leuk hier nu? Zeker, ja. Ja, het is wel leuk hier, dus dat is wel heel belangrijk. En het zou groter moeten worden, maar klein is toch ook wel heel erg fijn. Laten we dat economische speelveld eens even verkennen. Gewoon even, waaruit bestaat de Zutphense economie? De Zutphense economie is voor een heel belangrijk deel zakelijke dienstverlening. Dat justitiestad, een ziekenhuis, advocatuur. Ook een paar hele belangrijke industrieën, maar dat kan Geert-Jan nog beter geworden. Het is wel een stad die een hele kwetsbare structuur heeft. En die kwetsbare structuur die komt ook in de nota die we afgewenteld krijgen van Den Haag naar ons toe. Het is heel wonderlijk dat de nota die wij krijgen dezelfde is als Deventer. Deventer is een stad die 2 keer zo groot is als Zutphen. Uh-huh. Dus dat betekent dat onze structuur maakt dat het beleidsgebieden die dus Den Haag aanwijzen om te bezuinigen, dat die in Zutphen harder aankomen dan in Deventer. Ja, laat ik even zeggen dat u bezig voor de ondernemers in de binnenstad bent en dan bent u aan de ondernemers aan de andere kant van het spoor. Ervaart u die kwetsbaarheid ook zo? Ja, ik denk het wel. Op zichzelf heeft Zutphen natuurlijk een fantastische mooie binnenstad. Alleen de ruimte eromheen voor bedrijvigheid, of het nou in de binnenstad is of daar buiten op de industrieterreinen, die is relatief beperkt. Daar wordt ook nog een deel van ingeperkt, hè, voor huizenbouw. Dus Zutphen die maakt eigenlijk een keuze. Als ze zeggen van oké, wij willen die binnenstad nog meer aanzien geven. Maar uiteindelijk is de economie wel de motor om die binnenstad aan de gang te houden. Dus ze moeten ook eigenlijk ruimte maken voor ontwikkeling, voor bedrijvigheid. Ja, laten we nou zeggen, er wordt bezuinigd. Er moet gewoon bezuinigd worden op alle vlakken. Ja. Wat betekent dat dan voor de economie als het om uw deel van achter het spoor gaat? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat zeg maar de ontwikkeling van de Mars, wat zeg maar in de pijlers stond, daar is nu de eerste geluiden van dat ze dat door willen laten gaan. Ik denk ook erg belangrijk, want als je iets een positieve zwengel wilt geven, je wilt de spiraal omhoog doorzetten, dan moet je dat niet afstoppen. Er is al heel veel geld in geïnvesteerd en daar komen straks nieuwe banen uit, nieuwe bedrijven die zeg maar de aantrekkelijkheid van Zutphen ervaren. Er komt betere ontsluiting. De nieuwe N348 is er door. Dus dat gaat allemaal door. Dus we moeten de bedrijven nu zeg maar trekken met heel veel positieve punten uit Zutphen. Maar eigenlijk zegt u, er zijn niet zoveel knelpunten dan. Klopt dat? Nou, als er bezuinigd wordt, dan ervaar ik op dit moment geen knelpunten. Ja, op zichzelf. We weten natuurlijk niet waar het zometeen gehaald wordt. Wij gaan daar heel graag over in discussie. Dus wat André ook zeg maar zegt. Laat ook zeg maar, van onze kant de ondernemers meepraten over waar het beter kan. En stel niet de regels voor ons op. Wij zijn creatief. Wat je ook terecht zei is denk ik, wij hebben het al meegemaakt in 2009. Mm-hmm. Daar kan ik ook persoonlijk over meepraten. Een bedrijf van 370 medewerkers. Nu, wat 470 was 2 jaar geleden. En ik hoorde net getallen over zeg maar beïnvloedbare bedragen mm-hmm. van de gemeentebegroting. Nou, daar wil ik nog wel eens naar kijken of dat ook zo is. Ja. Want bij ons was het. Dit kan niet waar. Bij ons was het personeel, zeg maar, ook een heilig huisje. Ja. Wat onder de Zutphense 50 miljoen viel. Ja. Waar niet aan te tonnen viel. Ja. Maar uiteindelijk hebben we het wel gedaan. Ja. Ja. Maar goed, ik wil nog steeds even weten dat er wordt bezuinigd. Waar heeft u dan last van als er bezuinigd wordt? Meneer Biester. Ja, dus... In hoeverre drukken de bezuinigingen op de ondernemers in Zutphen?
Laat ik bij de binnenstadondernemer beginnen. Die gaat het merken dat hij straks wat meer voor precario kwijt is. Beduidend meer. Wat is beduidend meer? Dan moet hij echt in honderden euro's denken. Per jaar? Ja, en dat is voor een binnenstadondernemer die al zeg maar, op de grens zit. Geduikt hij het verlies in. Zo erg is de situatie. Wat ook van belang is dat ook in het toerisme veel geld bij hotels wordt weggehaald via de toerismebelasting. Maar er zijn ook de ondernemers in sectoren. En maar wacht even terug naar die precario. Dat is niet een bezuiniging, dat is eigenlijk meer een heffing, toch? Ja, maar dat is ook het verhaal wat de burgemeester ook zei. Van, ik moest 15 of 14, ik ga 2 miljoen halen. Dus dat is een nota die hij aan de maatschappelijke groepen geeft. Dat haalt hij op. Ja. En daarna zegt hij van, moet ik nog 12 miljoen op mijn boekhouding bezuinigen. Dus u zegt het heffen, dus het verhogen van de precario-rechten... Ja. Is eigenlijk, voelt u als een bezuiniging? Ik moet eerlijk zeggen dat de plannen als zo doorgaan zoals ze nu liggen... Uh-huh. Wordt voor ondernemend publiek in Zutphen alarmfase rood. We zitten in een economie die niet groeit. De economie zal zelfs achteruit gaan. Ik begreep een goed gezelschap dat zelfs Wijfels dat zegt. Wel een bekende op dat punt. Die zegt van nou, reken er niet op dat je ook nog maar 1% groei krijgt. Het is echt nul of minder. Ik denk ook dat de bezuinigingen die nu worden aangekaart... niet genoeg zullen zijn en ook niet genoeg zullen blijven. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat de bezuinigingen door 3 oorzaken ontstaan zijn. Er zit een effect van Den Haag in. Er zit een effect in van de gemeente Zutphen. Dat ze haar boekhouding niet goed voor elkaar had de afgelopen tijd. En er zit een effect in dat wij een structuur hebben binnen Zutphen. Die maakt dat we zwaarder door de beleidstreinen die het kabinet gekozen heeft worden getroffen. Met andere woorden, de ondernemer zit in het verdomhoekje. Eigenlijk als het nou, het probleem is dat de enige die zeg maar, nu nog zeg maar, de kracht zou hebben om die motor aan het draaien te krijgen, die wordt niet in de dialoog betrokken. En dat is? Dat is de ervaringsdeskundige die in 2900 man heeft moeten ontslaan. Ja. De gemeente praat over 50 FTE's. Dat is nog niet de helft van wat GMB heeft ontslaan. Goed, jij zit te knikken en je zegt ja. Nou, ik moet zeggen dat ik eerst eens een algemeenheid wil stellen. Wat hier gesproken wordt en gefocust wordt op Zutphen. En gesproken wordt over een Zutphense economie. Maar je kan een Zutphense economie niet loszien van de stedendriehoek. Je kan het niet loszien van de Nederlandse economie. En je kan het niet loszien van wat er zich in Europa afspeelt. Als we het hebben over de bezuinigingen die ons kabinet moet doorvoeren. Zowel landelijk als lokaal. Bovendien in een wereld die globaliseert. En waar we via netwerken zometeen tot veel andere vormen van samenwerking en zaken komen doen. Kan je haast niet meer praten met goed fatsoen naar de toekomst toe over een lokale economie. Er bestaat eigenlijk geen lokale economie. Hè? Dus dat wou ik als eerste stellen. Maar dat is er toch wel al sterk gevoel. Er is toch wel een gevoel dat Zutphen een verzorgingsgebied heeft van, laten we zeggen, 50.000, 60.000 mensen. Dat is toch een lokale economie. Absoluut, maar je kan die economie niet loszien van een aantal ontwikkelingen die grote invloed hebben op die Zutphense of de Apeldoornse of op de Develse economie. En die zijn niet lokaal gestuurd, die zijn nationaal of nog veel meer internationaal gestuurd. En als je kijkt naar de getallen die genoemd worden, een begroting van 120 miljoen. Nou, ik vind het een goed punt om te zeggen, is dat 70 miljoen inderdaad niet beïnvloedbaar? Dat is natuurlijk onzin. Alles is beïnvloedbaar. Eigenlijk zou je een discussie met elkaar moeten kunnen voeren. Er is 120 miljoen, laten we nou eens kijken wat we voor die 120 miljoen kunnen doen. En wij doen maar 10%. Het is een beetje de discussie ook over de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. We hebben de Eerste Kamer heel erg nodig om de Tweede Kamer te controleren. Nou, is dat nou eigenlijk wel zo? Dat heeft Thorbecke wel zo bedacht. Maar is dat nou eigenlijk echt zo? Die kritische vraag stellen we ons natuurlijk niet. Maar we nemen hem aan als een overtuiging en gaan verder met het lezen van de krant. En we lezen dat Twente dan met 2-0 heeft verloren van Ajax. Maar... waar het eigenlijk om gaat is, en dat is mijn stellige overtuiging, dat een bezuiniging van 10%, want daar staat Zutphen van 120 miljoen, moet er 12 miljoen, dat is maar 10%. Ja. Mijn stellige overtuiging is dat de Nederlandse overheid, niet alleen centraal in Den Haag, maar ook lokaal, de komende 5 tot 10 jaar minstens 25% moet bezuinigen. Ja. Dus die 10% is veel te weinig. Ja. En ik ken de begroting van Zutphen niet in detail. Mm-hmm. Ik praat wel met een aantal andere gemeentes. Maar als hier tussen aanhalingstekens maar voor 10% wordt bezuinigd, bent u volgend jaar weer aan de beurt en het jaar erop weer. Ja, eigenlijk zeg je, je moet zwaarder bezuinigd worden. Ik maak zo meteen even de overstap naar het toerisme. Want er is een vraag. Oh. Ja, ik kreeg je net een tweet binnen van Zakelijk Zutphen. En die zeggen, juist geen bezuinigingen tijdens de economische crisis. Investeren, dat is wat moet gebeuren. Ja. Dat is natuurlijk mooi, maar als het geld er niet is. Nee. De overheid heeft het geld gewoon niet. Ja. We hebben de vorige crisis al afgefinancierd. Hè? Ja. Want daardoor betalen we nu de prijs. Die vorige crisis hebben we met z'n allen afgefinancierd. En, zeg maar, een derde van wat Zutphen nu bezuinigt is de bijdrage die Zutphen doet
aan de affinanciering van de crisis. Dus eigenlijk zeg jij nog meer bezuinigen. Absoluut. Dus van niet van niet of meer baten. Of meer baten. Of meer baten. Moet je kunnen toveren. Ja, maar ik hoorde net al iets over de toeristenbelasting. Laten we even de overstap maken naar het toerisme. Ja. Want toerisme heeft natuurlijk, is een belangrijke sector in het Zutphense. Weet jij wat eraan komt? Ik geloof dat we praten over 1 miljoen toeristen per jaar. Denk ik 800.000. Ja. Wie weet het? 600, 800.000. Weten we het? Sorry? Heel veel. Ja, heel. Dan zal het wel 1 miljoen zijn, denk ik. Laten we even gaan kijken. We hebben ook weer wat jonge mensen gevraagd wat zij denken van het toerisme in Zutphen.